Dus nu hopen dat Sergio het ook leuk vindt. We zelf laten maken in China en die heeft Sergio zelf ontworpen. Maar dat ding is knijterzwaar. Stop, stop, stop. We gaan hem weer even bekijken. Ik vond deze een heel stuk lichter. Jij ook? Geld weg. Heftig. Ja, akkoord? Akkoord. En hier krijg ik een heel speciaal behang. De andere kleur doen in de hal. En het is ook wel weer een spectaculaire kleur. Oh, de hal is gedaan. Ik ga het voor het eerst zien. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve patatties. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben vandaag alleen in het huis, want Sergio moest even werken. Dus ik ging even kijken hoe onze mooie muur er nog uitziet. Ik ben echt nog steeds super blij mee. En vandaag is de aannemer voor de badkamer en de wc binnengekomen. Dus die is boven bezig. Dus nog echt even flink nadenken hoe je alles wil. Niches, hoe, waar, wat. Van alles getekend op de muur. Dus nu hopen dat Sergio het ook leuk vindt, wat ik verzin. Maar het is begonnen, dus dat is wel super fijn. En het zou ook heel fijn zijn als we snel zelf een wc'tje hebben. Hoeven we niet bij de buren te piezen. Wat wel heel fijn is hoor, dat dat gewoon kan. KPN-man is ook geweest. Om even het een en ander te noteren, denk ik. Dus we gaan lekker door zo. Vandaag zijn mijn schoonouders en schoonzus gezellig op visite om ook even te kijken naar het huis. Mijn schoonzus en mijn schoonvader die hadden dit nog niet gezien, mijn andere schoonvader. En mijn schoonzus die had ons wasbak voor in de, voor in de badkamer. En die hebben we zelf laten maken in China en die heeft Sergio zelf ontworpen. Maar dat ding is knijterzwaar. Dus we zijn erg benieuwd of we hem eruit gaan krijgen. Laten we het hopen, maar we hebben wat mankracht. Kan je hem nou zo zetten eerst? Ja, ga je mee. Ja, draai je eventjes. Dat draaien ging al goed. Ja. Ja, tot daar denk ik. Huh? Ja, want daar gaat hij al hoor. Daar gaat hij al hè. Even kijken hoe ik er hieruit zeg. Maar kijk voor je vingers, hè. Zeg. Zal ik er anders induiken om te duwen? Nee. Ja, wacht maar even. Wacht even. Wat gaan we doen? Voorzichtig. Stukje. Ja, hij staat. Ja? Ja. Ik neem op daarom? Hè? Ja. Oké. Okay. 3. Wacht eens. Als je nou zo gaat staan, dan zie ik. Of gaat het niet met je hoofd? Dan kun je. Ik probeer. Ja, oké. Optillen. Stop. Ja? Ja, hij staat. Jij zegt. Ik heb hem schudders los. Ik heb hem ook los. Nou, ik niet, hè? Ik heb hem niet. Ik heb hem niet los, ik heb hem niet los. Ik moet het tegenhouden als ik die hier. Los? Ja, hij staat niet meer. Kijk eens dan. Kijk eens, die kant op. Stoppen, even stoppen. Ja. Ga jij niet voorop? Ja, ik heb hem. Ietsje, hè? Ik heb hem meteen. Kijk jij uit voor je teen, Sergio? Oeh, kijk uit, hè? Hij glijdt, hè? Hier, Sergio, als dat ja. Al maar vast hier. Moet je ja, weg? Ja, ga maar weg. Voorzichtig. Ja. Kijk uit voor je tenen. Kijk, je hebt ze nog. Ja. Nou, top. Ja. Hè? Gaan we hem weer even bekijken.
waar jij niet, jij was op jouw laars, hè? Want ik zag wel dat je niet laag kunt, hè? Of wel? Oh. Zo. Hij is echt mooi, zeg. Zelf ontworpen, hè? Hey, het is echt die politieke design, hè? Zo. Oh, hij is mooi, zeg. Ja, hij loopt hier een beetje af. Hij is echt prachtig, hè? En een richel, en hier komen dan de twee, ja. Mooi, hè? Zo blij mee nog steeds. Oh, heel mooi. Maar die kunnen jij straks niet alleen hangen, hè? Nou, daar hebben we het vandaag over gehad, maar ik vind hem niet zo zwaar als wat ik had gedacht. Oh! Oh my god! Waar is mijn pistool? Hier zit mijn zin. Ik ga niet! Een hele goede middag. Goedemiddag. Wij zijn naar Rotterdam gereden, want wij gaan even monies uitgeven. We gaan even wat dingetjes, losse eindjes. Ja, we gaan even wat dingen afbetalen. Ik wil hem wel krijgen. Zoals, ja, kom er niet bij. Als, zoals de keuken, zodat we die hebben betaald voordat ze hem komen brengen volgende week als het goed is. En we gaan ook gelijk even de bank afbetalen. Als we toch hier zijn. Precies. Nee, ik heb altijd zoiets van, ik wil dat geld kwijt zijn, want anders kan je het alleen maar uitgeven en dan kom je achteraf in de problemen dat je dan helemaal vergeet dat je nog dingen moet betalen en zo. Daar hou ik helemaal niet van. Dus dat gaan we even doen. Money management noemen Money we management. Voor en deze poef. Heel stuk lichter, jij ook? Geld weg. Ja, weg, ingeruild voor een ingeruild voor iets heel moois. Ja, nou, de bank is betaald, jongens. Die gaat 7 juni gaat die komen en als het goed is ligt dan ook al de vloer er. Dus hopelijk gaan jullie die al eerder afzien. Ja. En mocht je er nog broodjes over hebben of zo, stuur die dan. Droog brood. Droog brood. Nee, dat is echt, ja, kan niet wachten. Kan ook niet wachten. Hoe volgende week al? Ja, het gaat eigenlijk best wel heel hard, hè? Nee, over 2 weken dan. Nee, volgende week komt de keuken. Ja. Ja, de keuken. Ja, de keuken komt volgende week. En ze gaan ook volgende week de vloer leggen. En als het goed is, hebben we het nu zo gefixt dat ze dus eerst komen om het deel van de keuken alvast te leggen. Zodat de volgende dag de keuken gewoon daarop kan staan. En dan kunnen jullie aan de slag voor die ombouw. En de week daarna komt de bank. Nou, ik ben ook aangekomen inmiddels. Oh. Gaaf, hè? Ja, het is echt. Het staat zo mooi bij die plafondkleur. Je ziet het nu nog minder goed dan die foto die jij stuurde. Het schijnt dat Hanna die kwam de trap halen van de week, toch? Of gisteren. Ja. Ja, ze kwam de trap halen, ze deed de deur open. Wow! Het zijn wel echt kleuren. Ja. Ik ben benieuwd, want dit is wel een leuk hoekje, want hier komen alle kleuren samen. Dus die wordt dadelijk gedaan. Heftig! Ja, dat doen we. Ja, hè? Zo, we zijn op de zolder, want we hebben onze lampen uit de loods gehaald. En in ons vorige huis stootte iedereen zijn harsjes eraan. Dacht je elke keer dat de AX werd geopend? Iedereen die bij ons thuis is geweest, die weet... Die met thuis gebed begint. Iedereen heeft hem wel een keer aangeraakt, zeg maar. Maar nu hebben we een hele mooie nok. Waar die als het goed is mooi in kan. Ja, dus mag jij zeggen. Kijk, ik heb alles heel goed. Ik heb geen hoogtevrees. Dieptevrees. You're right. Tuurlijk gaan we strijden, we zal weer strijden. Nou. Heb je deze al nodig? Ja, zo meteen. Ach, ik heb er niet. Waar wil je hebben, die eerste? Nou, we hadden gezegd gelijk aan. Dit toch? Ja. Dus hier. Ja. Ja, akkoord? Akkoord. Ik weet het niet hoor.
Nou, één hangt, jongens. En kijk, nu komt hij gewoon mooi tot zijn recht op zo'n heel hoog plafond. Hè? Dan komt hij mooi tot zijn recht op zo'n heel hoog plafond. Dat zou kicken, en dan denk ik het sowieso met twee. Ja. Ja, en we kunnen dan straks natuurlijk in de toekomst van de Huey-lamp erin doen. Oh ja. En dan kunnen we zelf kleurtjes kiezen. Ja. Jij gaat deze even verder aansluiten. Ga ik even laten zien wat ze nog meer hebben gedaan beneden. Goed plan. Ja. Ik loop nu naar de eerste verdieping. En daar is ook het plafond dezelfde kleur geschilderd. En door laten trekken in onze slaapkamer. Kleine kast. Hier krijgen we een heel stuk lichter behang. En ja, ik kan het niet goed uitleggen. Een beetje jute structuur, maar wel licht. En hier krijgen we een heel speciaal behang. Van bijna van wol. Daar kan je echt zo overheen. Het wordt heel speciaal. En ja, de kinderkamer van Jess. Die laten we nog even wit en de logeerkamer laten we ook nog even wit, want we weten nog niet wat we daar precies mee willen doen. Dat kunnen we altijd later nog doen. Maar de hal is inmiddels dus ook roze. Ja, het is nu erg donker hier. Dus hij is nu mooi doorgetrokken. En... Da-da-da. Hij heeft er moeite mee. Kijk. De grote muur is gedaan, jongens. Is natuurlijk altijd een beetje lastig op camera. Want het is maar net waar je kijkt hoe de kleur eruit ziet. Maar eigenlijk is dit onze triangle. Zo. En aan de andere kant hebben we hier dus ook het blauwe. Zo. En wat we dus hier hebben bedacht is dat dit dus ook aan de binnenkant dus de Ashes of Roses is. En daar komt dus nog een nis voor, zeg maar. Ja, ik noem het een nis, een ombouw. En die gaan we weer die kleur doen. Dus dat je eigenlijk dat dubbel effect hebt. Dat als je dadelijk door dat glas heen kijkt, dat roze dan weer terugkomt. Echt, we zijn echt heel blij. En het is wel goed om nu even te zien wat doet het met de ruimte, wat doet het met de kleur. Ik ben er heel blij mee, maar je ziet wel ook omdat wij natuurlijk hier al een blok in het midden hebben, dat het toch al wat licht blokt, zeg maar. En we hebben natuurlijk best wel veel kleuren nu gekozen. En we zaten eraan te denken om hier een rails op te gaan hangen met lampjes. In eerste instantie dachten we aan zwart, omdat onze taasdeur wordt ook zwart en de keuken wordt zwart. Maar nu twijfel ik een beetje om het misschien wit te doen. Een witte rails. Want de kozijnen zijn wit en dat brengt dan toch net weer eventjes dat frisse terug. En we gaan ook witte voegen doen bij de tegeltjes in de keuken. Ja. Nou, ik ben super benieuwd. Morgen komt hij als het goed is weer, de schilder. En ik denk dat hij, of, ik weet niet of het al goed is zo, maar of hij doet deze nog een keer, maar dan gaat hij als het goed is ook de andere kleur doen in de hal. En dat is ook wel weer een spectaculaire kleur. En ja, ik vind het zo tof dat je dan ineens allemaal dingen ziet gebeuren en veranderen. Ja, en dan wordt dit nog gebehangd. En dan komen eigenlijk de andere kleuren behangen. Maar nu is het wit vliesbehang geweest. Alles is mooi gedaan, ook de zolder. Maar de zolder gaan we pas later doen. Dat heeft een laagste prioriteit. Maar we hadden deze lampen toch. En die gingen niet meer hier hangen. Dus we dachten, die gaan we gelijk eventjes ophangen. En dan hebben we goed licht. Kijk, ook deze muren die hebben nu een renovliesje erop. Die gaan we dadelijk allemaal kleuren. Het allerliefst willen we dadelijk
al dit bruine nog gestuukt hebben. Maar dat is ook weer een aardig kostenplaatje. Dus dat gebeurt waarschijnlijk later. En onze technicus hier is even bezig. Bijna licht. Bijna licht. Ja, we hebben er dus hierin hangen, maar we gaan er dus ook nog in. Daar hangen. Kijk of die het doet, jongens. Hey! Hij doet het! And there was light in the darkness. Mooi. Ja, tof. Ik doe het eerst snel. Die andere. En dan kunnen we Jessie opbouwen. Yes. Goed gedaan, Moppie. Thanks. Zo, ze hangen alle twee. De draden gaan nog in een kabelgootje en zo. Dat wordt allemaal nog afgewerkt. Maar ze hangen. Wil jij ze ook even aandoen? Je eigen lampen. Komt-ie. Boom! Hey, en we gaan ons nooit meer ons kop stoten hier tegenaan. Ja, misschien Mellen. Mellen misschien wel, ja. Die kan hem wel aanraken. Kan jij hem aanraken als je staat? Ja, op je tenen. Op mijn tenen. Op je tenen. Maar we kunnen hem nog hoger doen als het nodig is. Maar... Ja, nee, ik vind het mooi hangen. Ja. We hebben het gedaan, hè? Toppie! Nou, check. Check, Jessie Silver halen. Oh, ja. Op het beeld ziet het er heel anders uit. Is die meer oranje nog? Ja, veel rooier ook. Ja, hier is die echt een beetje paarsig. Ja. Het is weer zover, jongens. Auto zit nokkie vol. Dus we gaan maar snel rijden. Gereden, dan ga ik weer. Dit is mijn ding. En dan even naar huis gereden, want ik had honger. En mijn nieuwe telefoon komt zo: Samsung S22 Ultra. Ik heb lange tijd getwijfeld: ga ik voor de nieuwe OnePlus Pro 10 of 10 Pro of de Samsung? En na meerdere Samsung versus OnePlus te hebben gelezen, ben ik toch overstag gegaan. En naar nou, volgens mij bijna 8 jaar of zo, ben ik dus van de OnePlus af naar de Samsung. Ik ben onwijs benieuwd, het schijnt een hele goede camera te zijn. En een hele snelle chip en een mooi scherm en dat soort dingen. Dus dan kan ik nu wel dit filmen, maar dat ziet er straks met de Samsung een stuk mooier uit. Hey, een hele goede morgen, we zijn weer in het huis. Het is een stuk donkerder. Ik zat te filmen met mijn telefoon, dus ik weet niet of het helemaal een goede kleuren gaan zijn. Ik ben namelijk de camera vergeten. Ik ga vandaag zoveel mogelijk uit de opslag halen. En we krijgen van een nummertje hier tegenover stoeptegels. En die willen we namelijk buiten gaan leggen voor in ieder geval het eerste jaar. Omdat het budget een beetje op is voor de tuin. In ieder geval voor hetgeen dat wij graag zouden willen doen. Ook was het zo dat de warmtepomp in storing stond. Nu niet meer, want ik heb de stekker eruit getrokken en weer erin gedaan. Het blijft toch een beetje een apart dingetje. Je hebt veel minder controle in ieder geval over je thermostaat. Nu is het in huis eigenlijk nou, behagelijk warm. Nog net niet te, maar het is ook wel een beetje moeilijk inschatten, zeg maar, omdat je er nog niet woont. Maar normaal gesproken ja, vind ik het toch wel heel erg lekker om de deuren open te zetten. En dat schijnt toch niet zo goed te zijn voor het hele systeem. Dus daar zijn we nog een beetje mee aan het stoeien. Nu willen we nu de verwarming hoger zetten, zodat we met de warmtecamera kunnen kijken waar die leiding loopt. Zodat de stalen deur goed geplaatst kan worden. Ja.
Ik ga eerst eventjes een plasje doen bij de buren. Daar heb ik namelijk de sleutel van. En dan ga ik de stoeptegels halen. Goedenavond. Ha. Nou, jullie hebben eventjes beelden van de telefoon van Sergio gezien. Ja, dat is toch wel wat onwennig film hoor. Ja. Maar ik heb nu mijn Samsung. Ja, Sergio heeft een nieuwe telefoon. Dat is nog steeds niet fijn vasthouden, maar de camera moet wel een stuk beter zijn. Maar we zijn weer onderweg naar de opslag. Ritje nummer 4 van vandaag, of 3, ik weet het al niet meer. En hij heeft mij even opgehaald, want ik heb vandaag ben ik met Jesse Silver bezig geweest. En we zijn even lekker gaan zwemmen. Oh, en ik zie dat de accu leeg is. Dat is ook handig. Dat is inderdaad. Dus misschien gaan we zo toch weer over op telefoon. Maar goed, we gaan dus weer wat spullen ophalen. En als het goed is, is de behanger bezig om al, ik denk, de logeerkamer te doen. En dat is geen vers, maar dat is gewoon al een bepaalde behang. Dus als die erop zit, is het goed. Dus ik ben super benieuwd. En ik heb natuurlijk zelf nog niet de hal gezien in het echt. Dus ik ben so excited. Ik ben echt heel benieuwd hoe het in het echt uitziet. Zo, de auto zit weer echt bol met je vol. En onze tv ligt op het dak. Samen met de wieg van Jesse Silver. Toch sentimentele waarde. We kunnen hem niet wegdoen. Ja, doei! Oh, de hal is gedaan. Ik ga het voor het eerst zien. Ik het licht gelijk voor je aandoen. Zo, het is wel warm, hè? Ja, de thermostaat staat er wel. Ja, vet. Oh ja, het is echt veel donkerder dan op de camera. Ja, hè? Ik denk wel dat hij hem al 2 keer heeft gehad. Heel chic. Ja, die muur heeft hij nog niet. Nee, deze heeft hij nog niet 2 keer gedaan, zie ik zo op de camera. Nee, dat maar... is inderdaad wel, dat zie je wel het verschil, hè? Maar het matcht gewoon super mooi ook met wat erachter zit. Ja. Nice! Hoezo? Lukt het niet? Nou, op zich wel. Maar ik wil even weten van, heb ik er goed genoeg op gedaan? Ja. Dus ik heb dit gedaan. Dat is te weinig. Oh. Ik ga nog even waterpas voor je zoeken. Jij zei dat je wil opdoen. Moment. Zo, het is alweer laat. Onze ruggen kunnen niet meer. Ik snap niet hoe mensen dit kunnen doen voor hun werk. Ja, dan ben je inderdaad echt op je 50ste ben je gewoon klaar. Dan ben je echt klaar, ja. Maar het resultaat begint te komen. Ja. Echt wel wat kleurtjes hier en daar die goed op zijn plek vallen, waardoor het geheel gewoon wat meer vorm krijgt. Ja. We zijn ook ontzettend benieuwd naar de vloer. Ja. Daar gaan ze volgende week mee beginnen. Ik heb een soort van tijdelijk paadje aangelegd buiten. En René heeft tegeltjes onder de trap gedaan, een paar. En nu is het tijd om naar huis te gaan. Ja. En om af te sluiten. Vond je dit nou een leuke bouwvlog? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En belletje aan te zetten. Zodat je alles weer meekrijgt. En dan zeggen we voor nu heel graag tot volgende keer. Ciao, 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 ciao.